Ondanks waarschuwingen van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme hebben veel winkeliers en ook warunghouders vandaag hun deuren gesloten voor de consumenten. Sinds het vrijdag officieel bekend is dat ook in Suriname één COVID-19 slachtoffer is genoteerd, is er paniek ontstaan onder zowel de burgerij als de handel. Sinds vrijdag zijn burgers de straat opgegaan om goederen in te slaan. Veel winkeliers waren binnen een mum van tijd uitverkocht en sloten de deuren. Andere winkeliers hielden hun deuren dicht uit angst. Zaterdag heeft minister Stephen Tsang tijdens een persconferentie van het NCCR op het kabinet van de president het volk gevraagd niet over te gaan tot hamsteren, omdat het goederenverkeer normaal doorgaat. Ook heeft hij een beroep op de winkeliers gedaan de deuren normaal open te houden. De situatie die thans merkbaar is, is te wijten aan de toenemende vrees voor het COVID-19 virus, het zogenaamde coronavirus, waardoor mensen zonder directe aanleiding goederen gaan opkopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat vele winkeliers de deuren hebben gesloten uit vrees voor wanorde en mogelijke besmetting. De gesloten winkels op hun beurt zorgen ervoor nog meer paniek bij de consument en zo belanden we in een neerwaartse spiraal van paniekreacties. De gedragingen van zowel consument als winkelier leiden onnodig tot schaarste en stijging van prijzen voor met name de eerste levensbehoeften. Ondanks dit verzoek blijkt het tegendeel waar te zijn. De minister heeft ook gezegd dat er controlemechanismen worden ingezet om te voorkomen dat winkeliers hamsteren of aan prijsopdrijving doen. Hij brengt ter herinnering dat hamsteren een economisch delict is. Ten overvloede vragen wij de ondernemers om niet te doen aan prijsopdrijving. De landelijke controles van de ECD, de Economische Controledienst, in samenwerking met de politie en bestuursdiensten om prijsopdrijving tegen te gaan, gaan onverminderd door. Tevens wordt in herinnering gebracht dat het hamsteren van goederen een economisch delict is, conform artikel 2 van het decreet tegengaan van hamsteren. Verder roepen wij op om fysiek contact te vermijden bij transacties en te allen tijde de correcte handhygiëne instructies in acht te nemen. Wij raden de handelaren en consumenten aan om zoveel als mogelijk mobiele betalingssystemen, zogenaamde QR-code payment systemen, als Uni5Pay en MoPay te gebruiken bij transacties om de uitwisseling van papiergeld en de kans op besmetting te verminderen. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme afgelopen zaterdag tijdens de persconferentie van de regering op het kabinet van de president.